Oostende wil graag revanche nemen na hun verliespartij in de Lotto Arena. De kustploeg start dan ook sterk. Maxime de Zeeuw doet wat hij kan om de Giants enigszins in hun spoor te houden. Maar na kwart 1 staat er toch 28-13 op het scorebord. Na 2 minuten in het tweede kwart lijkt de wedstrijd al gespeeld. Oostende staat net geen 20 punten voor. 32-13. De Giants zijn op dat moment nergens. Coach Vervaak grijpt in en we zijn vertrokken voor een knotsgekke basketbalwedstrijd. De bezoekers spelen een schitterend tweede kwart. De driepunters vliegen Oostende om de oren. Mede dankzij een berensterke Maxime de Zeeuw. Hij maakt 19 punten in de eerste helft. Gaan de Giants rusten met een voorsprong 38-44. In het begin van de derde kwartier wordt coach Gerja uitgesloten met een tweede technische fout. De sluiterarena ontploft. Vanaf nu is dit oorlogsgebied. De havenjongens houden het hoofd koel en mogen met nog 10 minuten op de klok een 56-64 voorsprong verdedigen. Dat hij niet meer langs de lijn mag staan, weerhoudt Gerja er niet van om vanuit de tribune te coachen. Oostende gaat nog meer met het mes tussen de tanden spelen. Via een uitstekende Bergren komen ze op gelijke hoogte 75-75. Op momenten als deze missen de Antwerp Giants duidelijk de leiderscapaciteiten van de geblesseerde Roel Moors. Zonder hem raken de bezoekers de pedalen kwijt. Oostende gaat over de Giants. Na een spektakelmatch wordt het 87-78. I think we fought tonight. I think we're just frustrated that we lost, and we know we should have won. You know, that's the only thing to be frustrated about.